Vanochtend trainde de selectie van PEC Zwolle alweer in het MacDreepark Stadion. En na 2-1 verlies in Kerkrade tegen Rode JC was de kater groot. Ja, dat kan je wel zeggen. Ik denk als je zo'n wedstrijd speelt in deze fase van het seizoen, zijn de 3 punten gewoon hartstikke belangrijk. En, ja, je moet daar gewoon de kans afmaken en dan ga je met 3 punten naar huis. Kun je dat nog bespreken met je ploeg? Want er ging best wel veel goed gisteren. Ja, een van de belangrijkste onderdelen van het voetbal is dat je scoort. En die beelden hebben we wel langs laten komen. Maar ja, ook de tegengoals, daar zien we het ook weer niet goed genoeg uit. En Roda was echt rijp voor een nederlaag. Die hadden gewoon heel veel problemen. En dan moet je dat ook gewoon dan moet je doordrukken. En het gevolg van deze wedstrijd is gewoon zo groot. Want we kunnen ons nu volledig richten op de missie die we uitgesproken in januari. En dat is alleen maar in de Eredivisie blijven. En daar had meer in gezeten, maar dat kunnen we vergeten. Het gaat nu om veilig spelen. En het eerstvolgende duel dat PEC Zwolle speelt is zondag tegen Feyenoord. De koploper van de Eredivisie won afgelopen woensdag nog met 8-0. PEC Zwolle is dus gewaarschuwd. Het is vaak genoeg zo. Go Ahead Eagles won volgens mij de week ervoor van Twente. En die verliezen daar met 8-0 van Feyenoord. Dus in dat opzicht, dat is weer een wedstrijd op zich. En we staan er goed op, denk ik, tegen Feyenoord in de afgelopen jaren hier thuis. Dus in dat opzicht willen we die serie gewoon doorzetten. Ja, acht je jullie zelf weer in staat om weer te stunten? Ja, natuurlijk. Daar moet je altijd in geloven. En, je zal niet zoveel kansen krijgen normaal gesproken als dat je in de uitwedstrijd tegen Roda hebt gehad. Maar, dus daar moet je beter mee omspringen. Maar goed, als wij hier zondag gewoon alles geven met het publiek erachter, dan verwacht ik zeker dat wij kunnen stunten. Ja. Het belangrijkste is dat wij die kater van gisteravond omzetten in het is toch een geweldige wedstrijd. Ja, de strijd om het kampioenschap die loopt. Feyenoord loopt erin voorop. Maar uit of thuis Feyenoord is nog wel eens een verschilletje. We hebben hier een heerlijk kunstgrasveld wat de spelers van de club Feyenoord geloof ik niet zo waardeert. Als onze effectiviteit nou wat omhoog gaat, dan kunnen we het Feyenoord ook heel moeilijk maken en misschien wel onmogelijk. En dan zou die kater gedeeltelijk weg zijn. Maar we hebben gewoon in de uitwedstrijd bij Willem II en zeker bij Roda, hebben we gewoon de kans laten liggen om voor die 9e plaats te gaan. En daar zijn we nu, daar hoeven we nou niet mee bezig te zijn. We moeten gewoon ons eigen spel proberen te spelen en proberen om van de zwaktes van Feyenoord, die er echt wel zijn, ondanks dat het natuurlijk een hele goede ploeg is, om daar gebruik van te maken. En misschien vroeger voorsprong moeten komen, dat zou ook helpen natuurlijk. Om Feyenoord te verslaan moet je gewoon heel goed zijn. En dat is mentaal, is dat na donderdag bij Rode JC, is dat de belangrijkste opdracht, dat wij goed zijn. En als wij goed zijn, dan heeft Feyenoord een moeilijke wedstrijd. Voor Brock Madsen betekent het dat hij de wedstrijd vanaf de tribune moet bekijken. De spits van PEC Zwolle kreeg tegen Rode JC een gele kaart en is geschorst voor zondag. Hoe groot acht je eigen kans zondag om te spelen? Nou ja, de Brok die is natuurlijk geschorst, dus er komt een plekje vrij daar. Goed, dat is aan de technische staf om dat in te vullen. Ik ben heel gretig om te voetballen en ik heb natuurlijk in dit seizoen heel weinig gespeeld. En volgens mij maar 1 keer vanaf het eerste fluitsignaal. Dus in dat opzicht ben ik heel gretig om te voetballen. Wat ik zeg, er is een plekje vrijgekomen, dus dat moet ingevuld worden. En mocht het niet vanaf het begin zijn, dan zal het in de loop van de wedstrijd waarschijnlijk zijn. Maar ik hoop te gaan spelen. Je bent er zelf wel klaar voor? Ja, tuurlijk.